De situatie met betrekking tot de afvloeiing van werknemers bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij is nog steeds hetzelfde. Dit zegt de voorzitter van de personeelsbond, Steven Samson. De vakbondsman zegt dat heel weinig mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de directie om uit het bedrijf te stappen middels een afkoopregeling. De status is ongewijzigd, laat maar dat zeggen. Over als het aankomt dus op die afkoopregelingen bedoeld? Ja, ja, dus we wachten gewoon op 14 mei, dat is vrijdag. En dan kijken we hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Ja. Ja, dus, dat is eigenlijk nu de status. Denk ik donderdag of vrijdag. Het waren niet zoveel mensen. Dus die 100 gaan ze sowieso niet halen. Dat is wishful thinking. De bond is niet betrokken bij het traject. In de CAO staat er artikel 4.9 dat de bond betrokken moet worden. Dus de directie moet sowieso in conclave treden met de vakbond. En dat hebben ze niet gedaan. Nog steeds niet dus? Nee, nog steeds niet. Dit is gewoon eenzijdige beslissing van de directie. Samson zegt dat de bond de directie heeft aangeschreven. Het wachten is nu op een antwoord hoe het verder moet. De bondsvoorzitter wil niet ingaan op geruchten, al zou de directeur op vertrek staan, waardoor het directieteam niet reageert. Eerder deze maand maakte de directie bekend dat de afvloeiing van werknemers een maatregel is om de bestaanszekerheid van de SLM veilig te stellen.